camera's, ja, ze zijn er natuurlijk in allerlei soorten en maten. Maar wat nou als je echt mooie foto's wil maken, maar het moet niet een te ingewikkeld apparaat zijn? Nou, ook daar is een oplossing voor. En ik ben vandaag op bezoek bij Cameraland en ik ga eens even kijken welke camera ik dan het beste kan hebben. Hey Ed. Hey, goeiedag. Ja, daar ben ik weer joh. Nou, gezellig. Dit keer niet op zoek naar een camera voor mezelf om te testen, maar om eens te kijken wat er voor mensen is die wel echt een mooie kwaliteit foto willen, maar wel gewoon een camera die gewoon lekker in de hand ligt en die een beetje eenvoudig te bedienen is. Ja, heel veel mensen zullen dan vaak gaan voor een compact camera. Maar het nadeel daarvan is dat je gewoon niet van die hele mooie foto's maakt. Het lijkt heel makkelijk, maar het resultaat is toch niet helemaal geweldig. Ja. Als je zin hebt om iets groter te gaan, neem een systeemcamera. Want de kwaliteit van een systeemcamera is hetzelfde als van een spiegelreflex. Ja? Technisch zijn ze zelfs een beetje beter en wat meer geavanceerd als bij een spiegelreflex. En wat het belangrijkste is, het fotografeert veel makkelijker. Kijk, wat heel mooi is bij deze camera, je kan hem onder en over lichten. Je ziet gewoon wat er gebeurt in het beeld. Oh, wat grappig. Geen verrassingen achteraf. Geen verrassingen achteraf. Tweede functie, maar dan moeten we er even iemand bij roepen. Ja, daar gaan staan. Kijk, wat je wil, is dat ze buiten beeld staat een beetje. Ja. Maar dan wil je daar ook scherp stellen. En nu is het heel simpel. Je drukt waar je scherp wil. Daar stelt hij scherp en dan maakt de foto. Wil je op die andere plek scherp? Drukken we daar en dan stelt hij daar scherp. Ook wat erg leuk is met deze, moet je voorstellen. Je zit in Italië, dorpje, oud verlicht kerkje s'avonds. Dat is moeilijk fotograferen. Bij deze, die zet je gewoon op een statiefje. Je ziet dat het beeld donker is. Je ziet heel langzaam dat kerkje licht worden, dorpje licht worden, het dal licht worden. Als je denkt, nu vind ik het mooi, druk je nog een keer op de knop, stopt hij en dan maakt hij de foto voor je. En dat wil ik je graag even laten zien straks. Oh ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Lekker windje, hoor. Lekker windje, hè? Lekker koud, hoor. Maar het is heel gaaf om te doen. Kijk wat er gebeurt. We drukken de knop in en dan zie je dat het beeld zich opbouwt. Oh ja. Het wordt steeds mooier. Nu is hij goed genoeg. En dan stop ik. Ja, heel cool. Weer kijken wat een licht, hè. Leuk, hè? Super gaaf. Echt leuk. Ja. Hey, er zijn dan ook verschillende lenzen. Zal ik je dat binnen vertellen? Ja, vind ik goed. Want we hebben er zat. Jij vroeg naar lenzen. Ja. Nou, zo'n camera heeft verwisselbare lenzen. Dus je hebt groothoek, standaard zoom, macro, telelenzen en in heel veel prijskategorieën. Ja, gewoon alles wat je nodig hebt. Alles wat je nodig hebt. Dat geldt ook voor de camera's. Rond de 800, rond de 1500, rond de 2000. Degene die ik je heb laten zien, dat was deze. De EM10 Mark II. En dan zit je zo rond de €800, ben je helemaal klaar. Okay. Weer er een mooie telelens bij. €300-400. En dan heb je een fantastische camera om alle wereldreizen mee te maken die je wil. Ja. En makkelijk te bedienen. Zo rond de €1000 dan helemaal ben je eigenlijk klaar. Ja. Nou, super. Zullen we er eentje inpakken voor je? Pak ze allemaal maar in. Gaan we dat doen.